Lieve jongens en meiden, welkom bij weer een nieuwe instructievideo van Taal. Vandaag gaan wij alles herhalen. Alleen dit keer gaan we niet de filmpjes erbij bekijken, maar wil ik graag zien wat jullie al weten. Het is dan ook belangrijk dat je deze les zelf doet. Dus zonder hulp van iemand anders. Beetje net als een toets, maar geen echte toets natuurlijk. Gewoon zodat ik kan kijken waar gaan we nog extra mee oefenen en wat gaat juist al super goed. Dus het is belangrijk dat je vandaag de taalles alleen doet. Wat gaan we doen? We gaan weer hetzelfde herhalen als we afgelopen vrijdag hebben gedaan. Namelijk zinnen maken, klankgroepen, pictogrammen en de themawoorden. De opdrachten lijken ook wel een beetje op die van vrijdag. Alleen nu gaan we het helemaal zelf doen. Bij de eerste ga je weer zinnen maken. En je gebruikt weer de vragen met wie doet wat doet. Dus je gebruikt het werkwoord. Bij onderdeel 2 ga je de woorden weer verdelen in klankgroepen. Dus we gaan de woorden weer hakken. Bij opdracht 3 gaan we bekijken uit hoeveel klankgroepen bestaat het woord. En bij opdracht 4 gaan we kijken wat betekenen die pictogrammen nou eigenlijk. Dat vul je in de tabel. En bij de opdracht 5 ga je de zinnen verbeteren. Misschien ontbreekt er wel een punt, misschien ontbreekt er wel een hoofdletter. Ik weet het niet. Dat ga jij ontdekken. En bij opdracht 6 trek je een lijn tussen de juiste kaartjes. Dus je gaat weer de themawoorden verbinden. Heb je nou iets wat je echt niet weet, dan sla je die opdracht gewoon even over. Zodat ik het zie dat je het niet snapt of dat je het niet wist. Zodat ik zeker weet dat je het helemaal zelf hebt gedaan. En dat is ook helemaal geen probleem, want dan weet ik waar we nog meer mee gaan oefenen. Heel veel succes en tot de volgende video. Doei!